In deze film maak ik een tijdschriftcover. En voordat we eigenlijk echt aan de slag gaan, wil ik even een paar covers laten zien. Dat zijn deze, gewoon een willekeurig rijtje. Maar je ziet verschillende dingen. Je ziet overeenkomsten en je ziet verschillen. Laat ik eerst even de belangrijkste eigenschap bestippen. Dat is de titel van het tijdschrift. Die kan voor het onderwerp liggen, die kan achter het onderwerp liggen. En dat maakt eigenlijk per editie gewoon een verschil. Je ziet hieronder bij de twee Viva's dat het van elkaar verschilt. Verder zie je dat de foto's toch eigenlijk altijd wel vrij rustig zijn. Het onderwerp staat er groot op, maar de achtergrond is meestal egaal of onscherp. Of in het geval van panorama dan nog wel vrij druk. Maar ja, dat is ook een beetje inherent aan de panorama. En verder zie je toch wel dat de lettertypen en kleuren vrij dicht bij elkaar liggen. Dus met die wetenschap in het achterhoofd ga ik aan de slag. Dit is mijn uitgangspunt. Dit wordt mijn coverfoto. En het eerste wat ik ga doen is een uitsnede maken. Doe ik gewoon via de crop tool. Die vind je hier aan de linkerkant of met de sneltoets C. En de verhouding in dit geval is 205 breed bij 275 hoog. Want tijdschriften zijn raar genoeg niet altijd allemaal A4. Dat is een beetje apart. En ik trek gewoon een kader. Nou moet ik hier dadelijk nog een kop boven zien te krijgen en ik wil daar ook een los lijntje en ik wil onder ook een klein beetje. Dus ik heb boven wat meer ruimte nodig. Nou, dat doe ik vrij eenvoudig. Ik trek gewoon een van de hoeken wat ruimer en ik hou de Alt ingedrukt en met het scrollwieltje zoom ik een beetje uit. En ik wil de neus van Arlene wel mooi in het midden hebben. Dus ik vind dit op zich wel een aardig uitgangspunt. En ik druk gewoon op Enter om het toe te passen. Nu is mijn achtergrond lichtgrijs. Hij leek wit, maar hij is het niet. Hij is gewoon lichtgrijs. En omdat wit mijn achtergrondkleur was, wordt mijn nieuwe stukje opgevuld met wit. Nou, geen probleem. Ga ik gewoon opvullen met dat stukje lichtgrijs. Ik zoom gewoon in naar de breedte. En ik pak mijn selectietool hierboven, gewoon het vierkant. Zorg dat ik in een normale stijl zit. En ik selecteer een dun randje grijs. Ik ga eerst even dit stukje kopiëren naar een nieuwe laag. Dat kun je met de sneltoets Ctrl-J of via hier laag, nieuw en dan laag via kopiëren. Als ik mijn achtergrondlaag even uitzet, dan zie je dat die grijze achtergrond eigenlijk het enige is wat op deze laag staat. Zorg dat je bovenste laag geselecteerd is en druk op het verplaatsgereedschap. En trek hem gewoon uit naar boven. Je ziet dat hij ook breder wordt. Nou, om die koppeling van hoogte en breedte los te laten, hou je de shift ingedrukt en je sleept hem gewoon boven tot aan de rand. Druk op Enter of hierboven het vinkje om het toe te passen en je ziet, mijn achtergrond klopt opeens. Je kunt dat ook heel ingewikkeld gaan klonen, is nergens voor nodig. Je moet het gewoon vrij eenvoudig houden. Het wordt tijd voor mijn titeltekst, want een cover heeft meestal veel tekst erop. En dat doen we via het tekstgereedschap met de sneltoets T en ik ga even... Nee, ik typ nog gewoon even zoals het er nu staat. Ik ga blauw als voorgrondkleur houden. Dus mijn letters worden blauw. En ik typ gewoon even de naam van het tijdschrift in. Jeans. Dit is echter veel te klein. Ik moet behoorlijk inzoomen, wil je het kunnen zien. Dus ik ga dat wat groter maken. Ik selecteer gewoon de tekst volledig. En ik geef hem een grootte van, ik noem maar wat, 80. Geen idee of het klopt. En ik druk op het vinkje om te zien wat ik uiteindelijk heb. Nee, dit is nog veel te klein. Ik ga daar het karaktervenster bij halen. En dat vind je bij venster. En dan heb je daar teken staan. En je krijgt dan de eigenschappen van je tekstlaag, van je lettertype eigenlijk. En je kunt gewoon hier de grootte veranderen. Je kunt iets uit de pull-down kiezen, maar je kunt ook als je op de T gaat staan, zie je dat je cursor verspringt naar twee pijltjes, hou je hem ingedrukt en sleep je hem naar rechts, wordt je tekst gewoon groter. Of je typt natuurlijk gewoon bij de getallen een waarde in. Dit is nog niet groot genoeg, maar dat komt dadelijk natuurlijk wel goed. Ik wil graag dat mijn letters hoofdletters zijn, dus ik klik hier op deze twee T's en je ziet, het is meteen gefixt. Ik maak ze nog wat groter. totdat we langzaamaan in de buurt komen van de volledige breedte. Laat ik gewoon een getal intypen, 375. Hoppa. Met mijn verplaatsgereedschap kan ik ze een klein beetje beter neerzetten. Maar wil je ze nu echt in het midden hebben, dan komt er een foefje. Je moet de complete laag selecteren. Dus niet alleen de letters, niet alleen het woord jeans, maar alles. En dat doe je met de sneltoets Ctrl-A. Je ziet, er komen van die lopende miertjes om je document heen. En als je in het verplaatsgereedschap zet, dan krijg je hierboven een aantal opties bij. Waarmee je in één keer naar het midden van de laag kunt uitlijnen. Druk op Ctrl-D om je selectie op te heffen. En hou de Shift ingedrukt om je letters eventueel recht naar boven te verplaatsen. Ik maak hem nog wat groter. 425. Ik moet hem wel even opnieuw in het midden zetten dan. En ik laat hem ook iets zakken. Ben ik happy met het lettertype? Nee, nog niet helemaal. Ik ga gewoon een ander lettertype uitzoeken. Ik ga voor deze. De letters zijn te breed, dus ik maak ze gewoon nog wat kleiner. Laat ik het hierop houden. Nu wil ik deze letters zeg maar een klein beetje een randje geven. En het eerste wat ik ga doen is een wit randje eromheen maken. En dat doe ik via de laagstijlen. Dus ik dubbelklik gewoon op een leeg gedeelte in mijn letterlaag. En dan krijg ik het laagstijlenmenu voor mijn neus. Ik wil er een lijn omheen maken. En dat wordt gewoon een witte lijn. Het is misschien niet helemaal goed te zien tegen de grijze achtergrond. Maar je zult zien dat dat dadelijk wel weer goed komt. En ik wil nog een tweede lijn maken. Bij mij staat die optie al aan. Maar eventueel kun je hier op het plusje klikken om nog een lijn toe te voegen. En de tweede lijn, die wordt blauw. En die maak ik wat groter. En je ziet dat dat er dan omheen komt. Dit is op zich prima. Nu wil ik echter wel dat het hoofd voor die letters komt te liggen. Dus nu kun je verschillende dingen doen. Je kunt keurig je model uit gaan snijden en dat naar voren halen en dat over de letters heen leggen. Het kan natuurlijk makkelijker met een masker. Met een masker kunnen we gewoon zeggen van hier staan de letters aan en daar staan de letters uit. En waar het hoofd van het model zit, moeten de letters natuurlijk uitstaan. Het laagmasker, dat vind je hieronder, bij het witte vierkantje met het zwarte bolletje. Als je daarop klikt, krijg je dus gewoon een wit vierkantje erbij. En daar kun je in gaan tekenen. Je kunt gaan tekenen met zwart en wit. Dus je moet zorgen dat zwart en wit je voor- en achtergrondkleur zijn. Is dat niet het geval, druk op de D. En ik selecteer gewoon een kwast. Nou, en waar ik het nou zwart ga schilderen, daar zal mijn effect uitstaan. En je ziet... het verdwijnt. Maar er is een probleem. Ik heb daar straks met laagstijlen twee lijnen toegevoegd. Maar die lijnen gaan dus rekening houden met waar mijn letters zichtbaar zijn. Als ik die met een masker weghaal, dan gaat mijn lijn verschuiven. En ik wil mijn lijn eigenlijk intact houden en dat die ook gewoon mee verdwijnt. Dus ik maak dit eventjes ongedaan. Totdat ik weer bij een tekstlaag ben zonder laagmasker. En ik ga deze laag in een groep zetten. En dat kun je doen door de laag te selecteren en op Ctrl-G te drukken. En je ziet dan, het wordt een groep. Die groep kun je naar binnen klappen, dan is je inhoud niet zichtbaar, of naar buiten klappen. Maar ook op een groep kun je een laagmasker toepassen. En als ik nu ga schilderen, dan zie je dat mijn lijnen eigenlijk intact blijven, maar net zo makkelijk mee verdwijnen. Nou, ik ga gewoon eerst eventjes grofweg schilderen. Met zwart, zodat daar de letters verdwijnen. En vervolgens keer ik mijn kleuren om. Dat doe je hier via deze pijltjes of met de X. En ik maak mijn kwast wat kleiner. En ik schilder langs de rand van mijn model heen. En natuurlijk ook in het lijntje daarbuiten. Wil je nou goed kunnen zien wat je masker is? Hou de Alt ingedrukt en klik gewoon op je masker. Dan zie je keurig het masker alleen. En misschien kun je op die manier wat makkelijker schilderen. Klik op het oogje voor de laag om alles weer zichtbaar te maken. Eventueel zou je de dekking van je kwast nog een klein beetje kunnen verlagen. Die staat natuurlijk nu op 100%, maar als we dadelijk uitgezoomd zijn, dan valt dat allemaal niet zo op. Laat ik het even zo houden. En als ik weer uitzoom, dan zie je opeens van, hé, de letters zitten achter het model. Dat is handig. Ik wil nog een tekstregel boven mijn kop hebben. Dus ik ga opnieuw naar het tekstgereedschap. Waar heb ik het verstopt? Daar. En ik klik gewoon weer ergens. Ik kom terug in de oude instellingen. Nou, dat mag wel een heel stuk kleiner. Laat ik er eens 50 van maken om te beginnen. En ik ga gewoon typen. Met Ctrl-A selecteer ik de hele tekst, want ook deze wil ik eigenlijk net zo blauw hebben als de kop. En die wil ik dadelijk daarboven hebben. 50 is nog iets te groot. Laten we het eens bij 40 houden. En ik vind hem eigenlijk gewoon iets te dik. Dus ik wijzig van bold naar regular. En ik krijg gewoon dunnere letters. Ik maak hem nog ietsje smaller. En ik ga hem gewoon netjes uitlijnen in het midden. Prima. Nou, deze staat toevallig ook in die groep. Dus als ik dubbelklik op de naam van de groep en ik maak daar kop van, dan heb ik die twee mooi bij elkaar en ik vouw hem naar beneden. Eventueel kan ik hem nog uit- en aanzetten. Heb ik dus op zich al een cover met een kop erboven. Wil ik onderin een mooi blauw randje gaan maken. En dat doe ik over, nou, ik denk deze dikte. Ik pak gewoon mijn selectiegereedschap. Overigens, ik trek nu twee hulplijnen. Dat kan soms heel interessant zijn. Hulplijnen kun je gewoon trekken vanuit de linealen. De linealen zitten in dit geval boven en links van mijn document. Zie je die nu niet? Die kun je hier bij weergave aanzetten. Linealen of met Ctrl-R. En als je ze uitzet of aanzet, ja, dan kun je het een en het ander zien qua informatie. In dit geval staat het waarschijnlijk op pixels van 0. Helemaal linksboven tot aan meer dan 4.500 aan de rechterkant. Die waarde kun je ook veranderen door er met rechts in te klikken. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van nou, doe maar millimeters. Makkelijk als je met drukwerk bezig bent. En je kunt gewoon een hulplijn uit de lineaal naar beneden trekken. En wil je er weer vanaf, zorg dat je in je verplaatsgereedschap zit. En als je erboven gaat hangen, verandert je cursor en sleep hem gewoon buiten Photoshop. Maar als ik dus mijn selectietool selecteer en ik ga in de buurt van de lineaal staan en ik selecteer dan zie je dat hij er gewoon tegenaan plakt. Erg makkelijk. Ik heb nu een selectie gemaakt van die onderste balk. En ik maak hieronder een nieuwe laag aan. En ik ga die balk vullen met blauw. Blauw is toevallig mijn voorgrondkleur, dus ik druk op Alt Backspace. En ik druk op Ctrl-D om de selectie op te heffen. En het is geregeld. Daar wil ik wederom een stukje tekst in. Dus de T van het tekstgereedschap, en in dit geval blauw op blauw gaat niet werken, dus ik kies wit als voorgrondkleur. Wederom eigenlijk niet van die idioot grote letters, laten we eens bij 50 beginnen. En die wil ik ook gewoon normaal hebben. En ik ga hier twee onderwerpen intypen die in het tijdschrift zullen staan. Ik maak het nog een klein beetje kleiner. En ik ga dit ook gewoon positioneren. Let erop dat het niet in het midden staat, want ik wil hier rechtsonder nog een streepjescode maken. Ook dat is vrij eenvoudig. Ik maak gewoon een nieuwe laag aan, pak mijn selectiekader. Maak gewoon een vierkantje. En ik vul dat met wit. En als wit je achtergrondkleur is, is dat Ctrl Backspace. Nou, prima. Dit wordt mijn vlakje erachter. En nu moet ik dus verschillende lijntjes gaan maken, van boven naar beneden. Dus ik pak wederom mijn selectiegereedschap en ik maak gewoon een lijntje. Die vul ik dan met mijn voorgrondkleur, zwart. En dit lijntje, dat kopieer ik een keer met Ctrl-J. En met de pijltjes ga ik het een klein beetje opzij zetten. Eventueel kun je het nog wat smaller maken. En je weet, als je dat via het verplaatsgereedschap doet, hou de shift ingedrukt om de verhoudingen van hoogte en breedte te ontkoppelen. Ik dupliceer het nog een keer. En verplaats hem weer een klein beetje. Maak hem ietsjes dikker. Ik dupliceer hem opnieuw. Zorg ook dat de tussenruimte tussen je streepjes een klein beetje varieert. Dat maakt het allemaal wat reëler. Ik klik hierboven weer op het vinkje. Ik dupliceer hem nog een keer. En als ik nou eenmaal denk van, ja, dit is wel een beetje gevarieerd. Ik selecteer de bovenste laag met het streepje en de onderste laag. Dat was in dit geval laag 4, want laag 3, dat is mijn witte vlak. Mag je even niet verwarren. Je kunt het eventueel een naam geven. En ik druk op Ctrl-E om die lagen te verenigen. Als ik hem nu dupliceer, dan zie je dat ik in één keer 4 streepjes tegelijk heb. En als ik die 3 lagen weer samenvoeg en ik dupliceer ze weer, dan heb ik opeens veel meer. En dat doe ik per slotverrekening nog één laatste keer. En vervolgens deze 3 groepeer ik samen. En die verschuif ik een beetje meer naar het midden. Nou, ik zie dat ik er eentje heb gemist. Geen probleem. Die zal in deze laag zitten. Nou, ik selecteer hem even. Ik druk op Ctrl-J. Hou de Ctrl ingedrukt voor die selectie en vul dat in de achtergrond met wit. En ik kopieer hem daar even bij. En ik zet dit netjes in het midden van mijn vlak. Bij een streepjescode staan onderin altijd wat getalletjes. Dus ik maak met het selectiegereedschap een kleine uitsparing voor die getallen. Ik hou de Alt ingedrukt en druk op het masker. En dan zal dat gedeelte verdwijnen. En ik ga een tekstlaag aanmaken met zwart als tekst. Een tekst van 10 denk ik. Laat ik dit vanuit het midden doen. En ik pak een heel ander lettertype. Nou, om het niet al te ingewikkeld te houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0. En ik maak het geheel een klein beetje kleiner, dat het wat beter past. En ik schuif het wat naar onderen. Nu wil ik dit echter wel wijder hebben. Ik wil dit tussen de twee streepjes van de streepjescode hebben staan. En dat kan hier bij tekens met dit gereedschap. Je kunt dat gewoon ook wat groter opvullen. En dan ga je letters uit elkaar staan. Scheelt je gewoon een berg spaties typen. Nou, deze drie lagen ga ik even selecteren met de Ctrl ingedrukt. En ik druk op Ctrl-G om er een groep van te maken. En die groep noem ik streepjes code. En ik zoom uit. Wil je nu je linealen eventjes verbergen? Druk op Ctrl-H en ze zijn gewoon eventjes weg. Ik selecteer de laag van de tekst die er onderaan staat. En met het verplaatsgereedschap en de pijltjes toetsen kan ik die wat netter uitlijnen. En die noem ik samen met de laag die eronder staat, laag 2, in een groep. En die noem ik onderregel. Ben ik alweer een klein stukje verder. Tijd voor iets nieuws. Ik wil een cirkel, eigenlijk meer een ovaal, waarin ik een tekst kan zetten. En dat ga ik gewoon doen door een nieuwe laag aan te maken, helemaal bovenin. En mijn selectiegereedschap ingedrukt te houden als ik het kies en te kiezen voor ovaal selectiekader. En je kunt gewoon een cirkel trekken. De vorm maakt nog even niet zo uit. Hou die shift ingedrukt, krijg je een keurig rondje. En die wil ik vullen met blauw, wat wij in de voorgrond hadden. Dus ik pak het pipetje, ik selecteer een keer blauw. Dan is het mijn voorgrondkleur en met Alt Backspace is deze cirkel gevuld. Nu wil ik daar hetzelfde randje op hebben als wat ik bij jeans heb, bij mijn kop. Dus als ik naar de kop ga en ik ga naar het woord jeans, dan zie je dat die effecten daaronder staan. Klik je daar dan met rechts op, dan kun je zeggen laagstijl kopiëren. En ga ik nou naar mijn cirkel en klik je er met rechts op, dan kun je zeggen laagstijl plakken. En hop, het is in één keer geregeld. Moeten we daar ook nog een tekst in zetten natuurlijk. Dus ik pak mijn tekstgereedschap, een witte tekst. Ik ga terug naar het lettertype wat het oorspronkelijk was. Corbel, dat klopt. 375 was idioot hoog. Laten we het eens bij 60 proberen. En ik ga gewoon een tekst typen. De mooiste en op een regel lager zomer jeans. Dan weet je dat ook dat in dit nummer staat. Kies ik mijn cirkel. En ga ik gewoon die een klein beetje vervormen met het vervormgereedschap. Zoiets als dit. En ik druk op Enter om het toe te passen. Hou ik de Ctrl ingedrukt en selecteer ik ook de tekstlaag erbij. Ctrl-G om er een groep van te maken. En deze groep noem ik ballon. Nu kan ik gewoon met het verplaatsgereedschap in één keer de hele groep oppakken. En ik zet hem een beetje scheef. Ik maak hem nog een klein beetje kleiner. En ik plaats hem daar. Tikkeltje groter. Ik denk dat dit wel vrij is. En ik druk op Enter om het toe te passen. Moet ik eigenlijk nog één tekstlaag maken. Dat is de tekst van het belangrijkste artikel. Die de cover eigenlijk gewoon rechtvaardigt. En dat je kunt zien wat je daarvan kunt verwachten. Dat is ook weer vrij eenvoudig. Gewoon een tekstlaag. En die ga ik op rechts uitlijnen. Want die wil ik aan de rechterkant hebben. En ik ga gewoon eerst de naam van het model intypen. En vervolgens druk ik op enter en zet ik daaronder de regel die dan de mensen over de lijn moet trekken om dit tijdschrift te kopen. Ben je klaar, druk je hierbovenop het vinkje en kun je je tekst gaan plaatsen. Nu is de kleur niet goed, die wil ik natuurlijk ook blauw. En daar wil ik ook dat kleine lijntje omheen. En ik heb die lijntjes nog in het geheugen staan, dus ik kan er gewoon met rechts op klikken en gewoon zeggen van laagstijl plakken. Nou, daar zijn ze. Helemaal fraai is het niet. Ik denk dat dat ook komt door het lettertype, dat dat iets te rond is. Maar dat geeft niet. Ik ga de lijntjes in ieder geval een klein beetje kleiner maken. Ik dubbelklik gewoon op het woord lijn, krijg de laagstijlen voor mijn neus. En kan dat gewoon verkleinen. Ik kies de tweede lijn en ook die maak ik kleiner. Ik ben het niet helemaal eens met de tekst, dus ik ga opnieuw naar het tekstgereedschap. Klik gewoon 1 keer in de naam. Ik zeg daar een dubbele punt achter. En selecteer even met de shift die letters. En maak dat net een tikkeltje kleiner. En op zich vind ik het zo wel aardig. En zo ingewikkeld is het dus niet om van een foto een tijdschriftcover te maken. Het is gewoon een hele hoop werken met letters. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.